Ja, net Utopia uitgestemd. Niet geheel tegen de verwachtingen in, maar blijft toch jammer. En ik had niet gehoopt als eerste te vertrekken. Blijkt wel de realiteit te zijn. Mijn binnenkomst was 9 januari 2019. Dat was de verjaardag van mijn moeder. Een hele bijzondere dag waarop ik samen met Kevin destijds binnenkwam. 4 dagen lang strijden om een plekje in Utopia. En ik had wel het idee dat ik de sterkere speler was van de twee. En dat bleek ook zo te zijn. En daarbij gaat onze keuze naar Jens. Mijn Utopia-tijd heb ik ervaren als een gigantische rollercoaster met ups en downs. Waarin er hele mooie dingen waren en ook veel mindere periodes. Ik heb wel eens een dag gewoon goed huilend in mijn bed gelegen van ongeluk. Maar ik heb ook dagenlang gefloreerd over het terrein en als een kind zo blij door de bloemenvelden gerend. Dus het is echt... Ik heb alles meegemaakt in 9,5 maand tijd. Ja, het doel waarmee ik binnenkwam was de rust vinden. Loskomen van mijn telefoon, mijn computer, mijn tablet. Al het andere waarmee je eigenlijk onnodig bezighoudt overdag. Ik gebruikte die kringen zo'n 4, 5 uur op de dag. En ik dacht, ik moet er vanaf, dat moet minder. Daar word je allemaal niet gelukkiger van. En dat doel bereik je automatisch bij binnenkomst. Want je geeft je spullen af en je betreedt het terrein. En vervolgens ook wel de rust gevonden die ik zocht. Dat heb ik zeker bereikt. Ja, mijn mooiste herinnering hier aan Utopia blijft toch wel Milène. Ik heb haar hier mogen ontmoeten en 2 weken na haar binnenkomst hebben we voor het eerst gekust. En die vonk die is altijd gebleven. En ook nu tot aan het vertrek. En hopelijk tot ver hierna. Ja, op het moment dat zij hier uitkomt, dan zorg ik dat ik hier ben. En dan gaan we kijken hoe we het verder gaan voortzetten. Het grootste dieptepunt wat ik hier wel heb meegemaakt is dat Jesse vanaf de voorkant van de boot Teddy een flinke slinger gaf de vijver in. Ik had toch het idee dat ik een soort van vertrouwensband met hem had gecreëerd. En dat we gewoon op een leuke manier met elkaar omgingen en dat het gezellig was. En dat was wel een vertrouwensbreuk met hem. Ik heb Teddy hier mee naartoe genomen. Omdat je laat eigenlijk alles thuis achter. En dan heb je toch behoefte aan een soort van steun en toeverlaat. En aangezien mijn familie niet in de kist paste, is hij dan in de vorm van een beer meegegaan. En ik ben blij dat hij heel huis ook weer met mij mee het trein af is gekomen. Het geheim achter Teddy, dat blijft bij mij en dat gaat ook nergens heen. De familie weet ervan en dat is voor mij voldoende. 2 tatoeages laten zetten in Utopia, nooit verwacht. Ook toen Dylan binnenkwam, toen dacht ik van hartstikke leuk en aardig. Iedereen is gelijk helemaal over zijn toer omdat we een tattooartist binnen hebben. Ik heb er niks mee. En dan toch, dan raak je met zo iemand aan de praat en dan merk je dat het allemaal net wat minder schadelijk is voor je lichaam dan je denkt dat het is. En toen dachten we een dag later van waarom zetten we hem niet? Een leuk aandenken. Mijn seksualiteit, ik denk dat best wel mensen daaraan hebben kunnen twijfelen. Maar ik zelf nooit. Ik vond het vooral gewoon hilarisch om af en toe een panterlegging aan te trekken. En een klein vestje van Milène of we droegen überhaupt elkaars kleding. En dat had verder niks van doen met mijn voorkeur voor mannen of vrouwen in seksuele zin. Ik vond het gewoon lachen. En mensen mogen twijfelen aan mijn geaardheid, dat doe ik zelf niet. En dat is prima. In het begin had ik echt extreme last van heimwee. Ik ben vaak van huis geweest, naar de Caribbean, naar de Emiraten en daar vaak ook lang weg geweest. Maar hier, zonder dat je even snel een berichtje kan typen, slaat de heimwee veel harder toe dan dat buiten normaal gesproken doet. En daar heb ik in het begin heel veel last van gehad. En dan kom je toch op een punt waarbij je er neer moet leggen. En dat is wat het is en daar heb je bij neer te leggen. En dat is moeilijk, maar op een gegeven moment is dat missen is wel minder geworden. Op het moment dat ik hier wegga, dan hoop ik dat zo meteen de familie klaar staat en dan gaan we ze even dik knuffelen. En dan zo snel mogelijk naar huis. Weer even lekker kijken hoe het huis er ook weer uitziet. Zo snel mogelijk even met alle vrienden en vriendinnen contacten. Even een korte samenvatting geven van hoe het hier voor mij is geweest en lekker bijpraten. Snel de agenda weer vullen met drankjes, feestjes, leuke dingen. En weer het oude leven oppakken. Ja, namens Teddy en mijzelf ontzettend bedankt voor jullie gastvrijheid hier. In Utopia, in jullie thuis. Voor mij is het nooit echt mijn plek geweest, maar meer een unieke vakantiebestemming. En daar heb ik royaal van genoten. Heel veel succes in jullie droomwereld. En het gaat jullie allemaal goed. En we zien elkaar buiten. Je staat bij die poort, hè, als ik naar buiten loop. Ja, natuurlijk. Jongens, ontzettend bedankt. Hi, goed, Jens. En we gaan doei, Jens. Doei, doei. Goed, doei, Jens. Heel veel plezier. Ja. Ja, ik heb ontzettend genoten van deze afgelopen 9,5 maand. Het is een unieke ervaring geweest en ontzettend leuk dat je daarvan ook hebt mee kunnen genieten. De Mede-Utopianen, ze gaan nog 2 maandjes door. Ik ga ze zeker blijven volgen, elke dag tussen 6 en 7 op SBS6. En ik hoop dat jullie dat met mij gaan doen. En bedankt voor alles, alle support, alle dingen die jullie via de webshop hebben gekocht.
Alle leuke opmerkingen die jullie hebben gemaakt tijdens jullie bezoek op de markt. Het is van een ontzettende onschatbare waarde geweest en bedankt voor alles.